kutzom. We doen nu Transit bij Black Ops 2. Ik ben heel in mijn eentje. En ik ga zo lang mogelijk proberen te filmen. Lenny moet straks ook naar school, dus het ligt aan hoe lang het kan. En we gaan er gewoon wat leuks van maken. Morgen komt er misschien weer een nieuwe video met mij in Ricker Bad Boy, a.k.a. Super Captain. Want dan gaan we bij mij proberen Nuketown te doen, de DLC. Die ga ik misschien kopen. Die heb ik zelf ook nog nooit gespeeld, dus het zal misschien wel slecht zijn morgen, maar ja, dat zien we morgen wel weer. Op Piro. Op die brouw. Gaan later bij, hoppa, wat weet je. Op die brouw. Hoppa. Let's go to the bus. Oh, even granaat gooien voor de lol, huppa. Ik vind hier even snel zo uit om de part te pakken. Dan moet ik wel geluk hebben. Please ligt daar. Ja, hij ligt daar. Jim, kut! Oh, nice. Ik dacht even dat ik er bijna niet in zat. Oh, we zijn er. Nice. Iedereen moet wat erachter lopen. Boksen. Kom op. Is wel nice voor het eerste wapen dat je krijgt. Is hier een paard? We gaan zo nog één keer boksen. Okay, waar zijn jullie dan? Oh, daar. Geen te boksen. Als de bus doet het, gaan we het aanvlekken mee. Nee man, deze is nog wel lekker, maar deze is echt kut. Please ga niet toeteren. Nog 7 kapot? Nee. Nou,
Ja, ik moet wel. Ik hoop dat dit wapen. Kut, niet genoeg. Oh mijn god. Ik kan gewoon dat ik alleen dat wapen had. Ah, kijk. We hebben nog tenminste nog iets aan. De farm. I hate the farm. Deze is nog een beetje goed. Let's go. Ik kan die bar niet pakken, wat de... Dat is kut. De parts van de Gen-Con kan ik niet pakken. Ik heb de Gen-Con eigenlijk nog nooit gemaakt. Ik denk, ik ga dat in deze video eens een keer proberen. Nice, we zijn bij de lab. Where did I leave my cash? Wat de? Oké, dit potje geen kut, jongens. Spijt me heel erg, dit potje geen echt kut. Wow, ik ben vrij te draaien. Ik blijf vooral filmen, we gaan lekker nog wel map doen, maar... Transit, ik heb Transit eigenlijk nog nooit in mijn eentje gedaan, dus... wat gaan we nu eens doen? Ja, we gaan hier wel survival doen. Ja, we zetten gewoon easy. Hellhounds doen we wel even aan. Als ik met meerdere mensen ben, dan doe ik het wel moeilijker. Alleen, ja, eentje is bijna mogelijk, vind ik. Of je moet pro zijn, maar dat ben ik nou ook niet. Nou ja, er zijn natuurlijk geen zombies. Ik zal nog met mijn open transit.
Hoeveel kost deze deur eigenlijk? 250 euro. Ja. Zie jij? Ik hoef het ook best wel. Oh nee, dat kan je niet zien. Wel, je kan het wel zien alleen. Volgens mij is dat niet de turbine. Eén kogel, twee doden. Laat ik er maar eens even uitgaan. Het is god. Wat hebben we hier? Nog een shotgun. Wat ligt hier? Een mitrailleur. Hebben ze hier eigenlijk? Oh, een mistelbroek, ja. Volgens mij kan de mistelbroek hier maar op één plek blijven liggen. Dat is wel nice. Ik speel deze map eigenlijk nooit. Ook niet bij meerdere players. Tenzij het is eigenlijk wel handiger om met meerdere players te doen, want anders krijg je de pack-up-bus bijna niet aan de praat. Dus dan moet je echt pro zijn als je die eentje de pack-up-bus aan de praat wil krijgen. Als ze niet maar in één keer dood, wat is dit nou voor shit? Ik ga zo nog een keertje boxen, alleen wil ik deze weg hebben uitgewerkt. Als het nou weer uitvoert, die taal helemaal wordt aangevallen. Wat de? Ik heb aan mijn wapen nodig. Sniper. Best wel kut, maar... Het is echt niet anders. Dat die snijp eigenlijk wel weg hebben. Oh, monkey is ook goed, maar... Wat heeft het ding gedrilltje, maar...
Als het gaat knippen, dan pak ik hem. Nog niet genoeg. Nou, daar heb ik ook lekker veel van. Nog zo. Hey, deze heb ik net ook meteen gezet. Wat de? Oh, het is geen interview meer. Zet het dan. Ik had niet gezien dat het geen interview meer was. 10 kogels, boksen. Hellhounds. Oh, nice. Ik ga hier zitten met Hellhounds. Ik ben niet zo gek op jouw hand. Wat de? Zag je dat? Gewoon even naar kutvuur heen. Ja, daar. Dat heb ik niet op gerekend. Ik ren er gewoon door het vuur heen, man. Ik kan nog een keer zijn boksen. Nee, wacht, ik blijf hier denk ik de hele tijd zitten. Gewoon even campen. Het is jammer dat je hier niet op kan en er is een open dak of zo. Dat zou wel leuk zijn. Dat daar dan nog de boks kan komen te liggen of zo. Of de golfnukkels of zo. Een vriend van mij zei dat hier golfnukkels waren, maar ik geloof er niks van. Ik weet zeker dat die er niet zijn. Ik zei nog tegen hem van, ja, heb je het niet over transit, maar hij zei nee, gewoon in survival, ontbustenpot. Want in transit weet ik wel waar ze liggen, ja. Wacht, terug naar mijn hoekie. Zijn het er zoveel? Zijn eigenlijk best wel weinig, maar ja. Wat de? Het is eigenlijk best wel kut dat je in deze map geen purse kan kopen. Ik ga denk ik die kneedlozen weg doen. Maar het is eigenlijk meer rotlozen. Regen. Ik heb mijn twee lievelingswapens geborst. Wat moet u nu met dit gaan doen? Ja, niet. In transit kun je zelf opblazen met regen, dat heb ik gemerkt, maar volgens mij kan het hierbij niet. Nou, ik blijf eerst even met de regen. Even allebei reloaden. Nou, ik heb veel. Eerst met de regen, als er heel veel zijn, dan doe ik met de.
Het is ja, best wel een goed campplek die ze kunnen maar van één kant komen. Maar het zou wel zijn met het dak, het zou dus over het dak heen kunnen komen. Zet het licht door het vuur heen. Maar als je hier staat, dan krijg je zo'n vlugger in de hele tijd in je beeld. Dat vind ik vaak raar. De beste spullen die ik heb, hoeveel punten heb ik? Superveel. Wat heb ik eraan? Niks. En ik kom er. Ik vind het eigenlijk best wel saai, man. Je hebt maar alleen de box, een paar wall weapons en geen één perk. Normaal denk je, oh shit, ik moet nog zoveel zombies doden, want dan heb ik weer een perk. Maar nu dus zit je gewoon een beetje te schieten en te wachten. En niks doen totdat je doodgaat. Dat is het enige wat ik echt wil veranderen in wil zien deze met perks. Morgen ga ik misschien voor het eerste keer New Town spelen, wil ik eigenlijk ook wel zien hoe dat is. Ik vind de Black Ops 2 verschillen veel lekkerder bij zombies dan bij Black Ops 1. Ik kan er echt niet mee spelen bij Black Ops 1. Ik deed het eigenlijk nooit, maar de laatste paar weken doe ik dat wel soms, maar ik ben er fucking slecht in. Daar ga ik dus ook meteen niet meer heen lopen. Kijk hoeveel zombies hier liggen. Er staat nog eentje erbij. Kan wel. Eigenlijk moeten ze hier door het vuur komen lopen. En dan zo, jee, jullie worden verbrand. Jongen, jongen. Kan ik niet gewoon in één keer een heel rijtje komen ofzo? Ik ga gewoon hier zitten als ik allemaal boem, boem, boem. Oh, smash me the shoulder. Oh nee. Werkt echt met rekenen. Dat heb ik echt nog nooit geprobeerd bij Hellhounds. Dan gaan we eens even kijken. Dat moet fucking snel mijn andere wat pakken. Ja, het werkt. Oh, dat wist ik niet. Dat die Hellhounds ook in één keer dood gingen. Oh, dat vind ik wel nice. En blaas ik ook hem bijna niet zelf op. Max ammo, ja, daar heb ik ook echt lekker veel aan. Ik heb ook nog 3 monkeys, 4 granaten, regen, Galil. Wat wil je nog meer? Ja. Misschien perk, cola, bijvoorbeeld juggernaut of double tap of speed cola, dat zou allemaal heel nice zijn, maar die zijn er niet, dus we moeten het met dit doen. Dat is ook wel, dit is denk ik het beste wat je kan hebben in deze map, wat ik nu allemaal heb. De regen, de Galil en monkeys.
gat gewoon een beetje de hele verkeerde kant op lopen. Zag je dat? Hij liep gewoon daarheen. Hij liep gewoon serieus zo over de lava daarheen. Ik weet niet wat dat is hoor, een paar stenen. Ja leuk, ik ben hier hoor. Oh shit, die moet ik hebben. Dat is wel te kut als ik ze allemaal niet neerschiet. Shit man, ook een lang kutrandje heen. Deze video duurt alweer 26 minuten. Ik denk dat ik straks wel weg moet. Want heel misschien moet ik hem zo stopzetten midden in het potje, want dan moet ik naar school. Daar kan ik er ook niets voor aan doen, maar daar hebben jullie tenminste weer een video gezien. Ik kan er ook niks aan doen, dat ik naar school moet. Ik kan nu het eerste uur vrijdag, denk ik, oh, kan ik mooi even een video doen. Nee, ik moest toen straks ook nog leren, dus ik weet echt niet hoe laat het nu is. Ik heb ook geen klok of zo. Oh, wacht, laat maar. Ik zie hier een klok op de tv. Oh, ik heb nog bijna een half uur, man. Ah, dat klopt eigenlijk ook wel. Ik ben bijna een half uur aan het filmen. Oh, daar. Waarom ga je hier zo makkelijk dood? Er is toch geen avontuur in. Stapel daar maar lekker op, dan kun je hier niet door. Tralalala. Wat daar? Weet je nou opzij geduwd door die zombies of zo dat ik in de fik sta? Leef je nog, maat? Boom. Nu niet meer. Ha, dat is jammer. Koudje, koudje. Boom. Ha, dat is jammer. Jammer dat je die niet kan opblazen of zo, dan kan je gewoon allemaal uitblazen. Ja, ik had gelijk een monkey neer. Witte deur. Weet je hoe ver ik nu moet gaan schieten? Ze zijn wel bijna allemaal dood, man. Even voor de lol nog een monkey dan maar, hè. Huppa, loop af. Kijk, achter je schelen. Verdomme. Ik denk ik ga bijna down hier in dat kuthoekje. Ja, en nu krijg je hier ook nog te maken met de regen. Double points, wat die wil ik hebben. Laat me door dan! Trut. Geen idee wat ik eigenlijk een double points heb, maar ja, ik ga gewoon proberen heel veel points te halen. Laten we daar een gokken wat op. Laten we eerst 2000. Ik ga proberen 5000 punten minimaal te. Wow, ik denk niet dat het gaat lukken nog. Laten we het houden op 300 keer. 3000 bedoel ik. Nee, 30.000 zelfs. God, rakketa.
Hoe kunnen ze zo slecht komen, Hellhounds? Ja, ik wist het. Oké, we kunnen sowieso. Smash me in het vol! Ik haat Hellhounds echt, hè. Ik vind het zulke klote dingen. Hierbij ook wat van mijn richtvizier. Hey joh, ik ging gewoon bijna niet dood, hè? Ja, maar ik ben wel fucked als allebei mijn wapens leeg zijn hier hoor, en ik geen monkeys en granaten meer. Dan ben je fucked. Ah, laat me zitten, hè. Ah. Max ammo. Ik heb geen idee tot welke ronde ik kan halen. Het is nu al 42. Ik moet over... Oké, ik ben niet zo goed in de tijd, dus het gaat wel even duren om nadenken, maar... Ik denk dat volgens mij moet ik over 8 minuten al bijna weg. Volgens mij moet ik over 8 minuten weg. Daar staat mijn vriend voor de deur bij mij. Ik had mijn schoolfiets. Die zit ook bij mijn klas. Normaal fiets ik ook altijd met Rick en Bad Boy, want dat is mijn buurjongen. Maar die is al op school, die had geen eerste keer vrij. Nu ga ik fietsen met Wilco. Ja, ik hoorde trouwens vanochtend dat van Rick en Bad Boy, want hij stond wel bij mij voor de deur, want hij wist niet dat ik eerst weer vrij had. Hoorde ik dat hij een nieuw kanaal had aangemaakt. Roderick Schumacher of zo heet die. Nou, zoek het op zou ik zeggen en abonneer. En abonneer ook alsjeblieft op mijn kanaal. Ik doe zoveel video's. Binnenkort ga ik... Heel misschien ga ik binnenkort niet meer zoveel video's maken, want... Ik ben bezig met al mijn Lego sets in elkaar te zetten. En de meeste ga ik verkopen. En dan met het geld wat ik heb, ga ik en games kopen en een PS4. Krijg ik waarschijnlijk van mijn ouders een goede cijfer heb. En ik ga losse Lego blokjes en zo kopen. Want dan ga ik een heel groot landschap maken met leuke sets. Zoals Pirates of the Caribbean, Lord of the Rings, Star Wars, Harry Potter en zo. En... ja, dan zullen jullie even geen video's zien, denk ik, want daar ben ik daar heel veel mee bezig. Nu doe ik dat vaak 's avonds. Kijk, laat er heel veel komen. Kom maar, kom maar. Noemen jullie dat veel maten? Noem dat een stelletje hondenbrokken. Wachten. Deze ging net wel echt kut hoor, maar misschien komt het omdat ik nooit thuis zit in eentje speel. Maar jezus man. Volgens mij heb ik nog nooit zo beroerd zombies gespeeld. Round 17. Ik denk dat ik maar tot ronde 18 of zo kan halen, of 19, want ik moet ook 5 minuten weg. Of Wilco moet later zijn, of hij moet eerder zijn. Ik ga zo lang mogelijk proberen. Dus heel misschien horen jullie zo meteen opeens een deurbel. Dat is dan de deurbel van mijn huis, daar kan ik er niets van doen. En dan sluit ik nog even gewoon af met een... ja, gewoon net zoals ik zoals iedereen bijna afsluit. En dan ja, dan moet ik naar school. Hey joh. Nu komen er opeens wel veel, hè? Waarom net niet met die eerste kill dan, joh? Vieze honden. Hij ging gewoon niet in een fikje gozer. Jezus.
Jezus, man. Kut, kut. Ah, ik ben down. Spijt me, jongens. Ik denk ook niet dat ik nog een video kan doen. Dus wat gaan we ervan maken? Ah, net geen 30.000 punten. Dat was wel de bedoeling. Wat kunnen we doen? Nog eens gaan doen. Ja. Dat is een interessante vraag. Dat gaat hem niet meer worden, zombies sowieso. Misschien nog wat in multiplayer, ik ga even kijken. Ik speel eigenlijk nooit een campaign voor Call of Duty. Misschien kan ik daar ooit nog een filmpje over maken. En dat zou vast fucking slecht zijn. Want ik speel eigenlijk bij geen Call of Duty campaign. Alleen bij Ghost heb ik de eerste twee levels gedaan, maar de rest, nee hoor. Even local. Ken ik nog, nee. Nou, we gaan wel even hier en dan. Edit game rules, 5 minuten, nee dat is te lang. We hebben nog 3 minuten. Wat? Oh, Sticks and Stones. We gaan, oh wacht, hier heb je natuurlijk geen. Dan doen we gewoon Free for All. Zet de bot. Dan even 6 bots. Bot is natuurlijk kut. Oké, laten we beginnen. Ik heb nu nog maar 2 minuten, dus ik weet niet of ik deze match kan afmaken. Maar we gaan het proberen, boys. En girls. Dit is eigenlijk de eerste video dat ik meerdere gameplay dingen doe. Normaal doe ik gewoon 1 gameplay zoals Transit of zo. Ik heb nog niet echt goede wapens, merk ik, maar ja. Ik speel eigenlijk nooit Black Ops 2 dan. Oh, ik moet nu al gaan. Spijt me, jongen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doei.